Hallo, Nelleke hier van floralist.nl. The place to be voor mooie creaties, bloemcreaties, boeketten, bloemstukken, noem het allemaal op. En daarbij hoort natuurlijk ook een stukje materialenkennis. Je wil gewoon weten welke bloemen je gebruikt, welke vormen en hoe je de bloemen moet verzorgen. Dat is ook wel een hele fijne bijkomstigheid. Nou, de bloem die ik hier voor me heb liggen, die ken je misschien, misschien ook niet. Het is een lelie. Het is een bloem die ook wordt gekweekt door mijn vriendje. En het is een bloem die heel sterk geurt. Ik ruik hem ook hier. Grotendeels komt dat door deze meeldraden. Dus mocht je er niet van houden of hoofdpijn van krijgen, wat ik hoor van veel mensen, dan kun je die eraf halen. Tegenwoordig worden er ook lelies gekweekt die juist geen geur hebben. Dus een verademing voor velen die lelie prachtig vinden, maar de geur niet zo goed kunnen hebben. Ik zelf heb er helemaal geen moeite mee, maar ja, het is een bijzaak. Dit is de korte versie van de lelie. Als ik de hele lange lelie op tafel moest leggen, dan is de camera te klein. Dus dat dacht ik, nou, doe ik hem gewoon zo. Deze is ook heel fijn van structuur. Er zijn ook lelies die kunnen echt zo groot zijn dat de bloem als open is, zeg maar, net zo groot is als de ruimte tussen mijn vingers. Nou ja, als je die dan in een boeket gaat doen, dan heb je eigenlijk geen bloem in een boeket die nog aandacht krijgt, omdat die lelie zo groot is. En dat vind ik wel mooi van deze. Die is wat fijner, wat kleiner. Het blad is heel fijntjes. Dus heel mooi om te combineren in een boeket. Nou, een lelie heeft ook een vrij stevige, maar toch wel vlezige steel. Nou, nee, is niet eens echt heel vlezig meer. Hij is gewoon heel stevig. Goed schuin afsnijden. Met een mesje is het beste. Met een snoeischaar knip je toch de vaatjes dicht. Dus dat kun je beter niet doen voor geen enkele bloem. Lelies komt vaak met meerdere knoppen aan één tak. En nou, zoals deze is de kans vrij klein dat die nog open komt. Dat is de kleinste. Maar die en die zijn zeker goed te doen. Nou, de leliefamilie op zich is natuurlijk ontzettend groot. Je hebt ze in vele, vele verschillende kleuren, vormen en maten. Oranje, wit, duizenden kleuren, roze, geel. Met lijntjes, zonder lijntjes, tippeltjes, noem het allemaal maar op. Prachtig. En ja, het is een hele bijzondere bloem die ook op vele verschillende manieren opkomt en zijn ding doet. Dus absoluut een aanradertje. Nou, dit is Lily, Lilium noemen ze hem ook wel eens. En dan is dit de Orientale.